we op deze bijzondere locatie iets kunnen doen dat hier nog nooit gebeurd is. En dat is het uitreiken van een eerste exemplaar van een boek. En niet alleen een eerste exemplaar, maar zelfs twee exemplaren. En dat is wel heel bijzonder. En hoe is dat nou gekomen? Ja, ik zat natuurlijk al jarenlang een beetje in de geschiedenis van de visindustrie te ploegen. Maar ja, wat moet je dan daarvan maken en wat ga je ermee doen? En gelukkig kwam mijn zwager op mijn pad en zo samen denkend kwamen we tot de gedachte om een boek uit te geven als kerstgeschenk voor de relaties van vispartners. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want een bedrijf dat tot doel heeft om zoveel mogelijk vis te verkopen, die is natuurlijk niet zo direct geïnteresseerd om de geschiedenis vast te leggen. En dat blijkt ook wel, want de geschiedenis van de visgroothandels is eigenlijk in het verleden nauwelijks op schrift gesteld. En dan is het nou extra bijzonder dat het niet alleen de geschiedenis van het eigen bedrijf is, maar van de hele bedrijfstak. En dat maakt het natuurlijk nog extra bijzonder. Dus daar ben ik dankbaar voor dat dat gebeurd is. Nou, het is een boek dat heet Vis op het droge. En dat is logisch natuurlijk, want de visgroothandel die doet niet in vis die in de zee zwemt, maar vis die op het droge is gekomen. En als het op het droge is gekomen, dan begint het werk voor de visgroothandel. En dat is in dit boek beschreven. Een boek dat begint rond 1880 met een paar botters op de Zuiderzee. En die paar botters die hebben een link naar het huidige bedrijf van vispartners. Niet alleen door één botter, de BU61, die via bij vispartners terecht is gekomen. Maar de andere botter, de BU15, waar we daar ook een exemplaar van zien. Die, ja, waar de wortels van de directeur van vispartners liggen, dat is hierin beschreven. En zo is de hele lijn in het boek beschreven. Dus ik maak nu de eerste twee exemplaren, niet de twee eerste, er is maar één eerste, maar de eerste twee, die mag ik overhandigen. En danken dat dat zo mocht plaatsvinden. Zwanger, het is een prestatie, want je hebt de deadline gehaald. Zo is dat. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, Ari heeft al gezegd, twee boeken. Ja, waarom twee? Arie stelde mij de vraag van, ja, wat vind je nou leuk? Aan wie zou ik het willen overhandigen? Nou ja, weet je, een boek als deze, Arie heeft het net al gezegd, met een hele sterke link naar vispartners, is natuurlijk niet echt een neutraal boek. Het is een beetje gekleurd. Gekleurd vanwege ons bedrijf en de historie. Dus ja, dan vallen al gauw burgemeesters en wethouders af. Heb ik begrepen, heb ik me laten vertellen door een raadsambtenaar. Dat ben je toch vanuit verleden. Dus ik had die kennis ook niet. Maar goed, ja, hoe is zoiets tot stand gekomen? Arie heeft er al iets over verteld. Op enig moment werd ik getriggerd door mensen van buitenaf die maar niet ophielden met het noemen van superlatieven over ons dorp. Ons mooie dorp, de industrieterrein, de visserij, de visserijbedrijven, de haven. We waren op weg naar het voetbalveld. Nou, eerlijk gezegd ben ik niet zo'n voetballiefhebber, dus zittend op het stadion begon ik een beetje te mijmeren van ja. Ik heb een zwager, dat is een geschiedschrijver. Het is een grote schande eigenlijk dat hij een van de grootste economieën, zo niet de grootste economie, de visindustrie, nog nooit een boek heeft gesteld. Dus goed, er zijn hier ook zwarte pieten in ons midden. Dus ik moet een beetje oppassen dat. Maar ze hebben gelukkig geen grote zak bij zich. En om terug te komen op het overhandigen, ja, ik hoef er op enig moment helemaal niet lang over na te denken. We zitten natuurlijk volop in de Sinterklaastijd en ik vond het wel zo leuk om het boek te overhandigen aan een persoon die zeg maar het hele jaar, of het hele jaar, in ieder geval in een bepaalde tijd van het jaar, alleen maar cadeautjes rondbrengt. Ik denk dan is het wel zo leuk om Sinterklaas zeg maar ook eens een keer een cadeau te geven. Nou, dit boek met de titel Vis op het droge, ja, voor Sinterklaas staat er denk ik niks nieuws in, want die komt hier al honderden jaren. En die kent het dorp als geen ander. Dus, maar goed, dan is het misschien iets voor de Pieten om door te lezen. Die kunnen dan gelijk, als ze de laatste bladzijde gelezen hebben, weer vooraf aan beginnen. Want ik heb begrepen dat die Pieten niet al te slim zijn. Of is dat veranderd sinds de laatste jaren? Nee, dat is al een beetje veranderd. We hebben een Pietenschool en het gaat steeds beter met de Pieten. En ze eten heel veel vis. En vooral van vette vis word je slim. Kijk. Dus dat wisten de agrariërs uit Bunschoten nog niet, maar de mensen uit Spakenburg die waren natuurlijk vele malen intelligenter als de mensen uit Bunschoten. Ja, maar dat is even terzijde. Dat is een feit. Dat is een feit. Ja. Sinterklaas? Dankjewel. Kijk eens aan. Het is me een eer om het
tweede eerste exemplaar in ontvangst te nemen van dit prachtige boek, geschreven door onze dorpshistoricus Arie ter Beek. En ik ken Arie al van heel lang, natuurlijk toen hij nog een klein jongetje was, toen hij nog bij mij op mijn knie zat. En ik heb, moet je zeggen, hij heeft leren schrijven en hij maakt hele mooie boeken. En hij heeft heel veel van onze geschiedenis, van ons dorp, vastgelegd. En dit is een heel mooi hoofdstuk daaruit, dat zeker beschreven dient te worden en zeker gememoreerd dient te worden. Dank u wel. En vergeet het boek niet. Ja, dank je wel. Sinterklaas. Kom maar, Piet, we gaan. Hey, hop, lopen. Dank je. Dag. Dat is het, hè. Dat is toch voor jezelf.